beroepsrenners gereden. De zogenaamde elite met contract. De renners legden 13 ronden af in en rond Afflichem, goed voor een totale afstand van 170 kilometer. Maar het mooie parcours dat van Afflichem langs Essenen en Ter Alphen liep, kon slechts weinig renners bekoren, want er verschenen amper 27 deelnemers aan de start, waaronder welgeteld 4 Brabanders. Een magere oogst voor een Brabants kampioenschap, maar niet zo abnormaal, als je weet dat het aantal profs in onze provincie op één hand te tellen is. Door de concurrentie van de wielerwedstrijd rond Keulen, de Giro en de Midi Libre, verschenen amper 27 elite-renners met contract aan de start van dit Brabants kampioenschap. Een handvol renners van dit peloton zou strijden voor de provinciale titel. Al is strijden veel gezegd, want tijdens de eerste 6 van de 13 af te leggen ronden is het vooral pompen of verzuipen in de gutsende regen. Bij het ingaan van de 7 kleinere ronden van 12 kilometer breekt de wedstrijd dan toch open, wanneer 10 renners er samen van doorgaan. Bij de 10 koplopers, onder meer de Tien de Wilde, Johan Verstrepen, Hans Ardeel, Frankie de Buist en Ronnie Assé, die nog tweede eindigden in de Grote Prijs van Vilvoorde. De 10 fietsen al gauw een veilige voorsprong bij elkaar, zodat de rest van het peloton in een echte afvallingskoers uit de wedstrijd moet stappen. De 10 koplopers zorgen met de ene demarrage na de andere voor heel wat animo in de tweede wedstrijdhelft. Slachtoffers van dat drieste aanvalsgeweld zijn Hans Ardeel en Frankie de Buist, die op 3 ronden van het einde moeten lossen. De Deen Frank Hoy en de Nederlander Timmermans zijn veruit het meest bedrijvig en proberen nog uit de kopgroep weg te springen. Maar hun demarages worden telkens gecounterd. Het komt tot een spurt en daarin toont Ronnie Assé zich duidelijk sneller dan Hans de Meester en Daniel Schöberg, die tweede en derde eindigen. Meteen de eerste zege van Ronnie Assé uit zijn jonge profloopbaan. Ik heb moeten meekoersen natuurlijk, want die man van Kolstrop en zo, die liet een haten vallen om. Die reed er zelf niet toe. En als de meester waren ze ook sterk vandaag. En ook Etienne de Wilde is nog redelijk rap en Johan Verstrepen ook. Dus het was niet heel zeker, maar ik heb in het begin van de koers gewoon altijd meegereden en zo. En niet te veel werk gedaan, want op het einde van de koers komt het hier tekort. Ook met de regen en zo wordt het wel lastig. Assenaar Frankie de Buist, enkele minuten later als 9e over de meetrijd, mag de kampioenentrui van Brabant aantrekken. Een titel die al na 9 ronden op zak had, want op dat moment was hij nog de enige Brabander in koers. Er zijn al weinig Brabanders zo. En als er dan nog in het buitenland enkele wedstrijden zijn en die worden voor die wedstrijden opgeroepen, dan wordt het heel moeilijk om een deel Brabants aan het vertrek te krijgen. En er waren er dus ook maar 4 vandaag. Niettemin blij met de overwinning? Ja, tuurlijk, dat doet altijd deugd. Zo'n Brabantse trui, maar echt veel inhalen doet dat niet als je dat gaat vergelijken met op een heel seizoen natuurlijk. Maar dat is al niet te min. Het doet toch altijd deugd als je zo'n truitje in de wacht kunt slepen. Hey.